Goedemiddag en welkom bij Privé TV. Ze zullen zich bij RTL wel even achter de oren gekrapt hebben bij de mededeling van Dirk Zeelenberg. De 46-jarige acteur, een van de grote hoofdrolspelers uit de kijkcijferhit The Voice, gaat namelijk naar SBS 6. Mariette Oosterwijk is bij mij in de studio. Mariette, goedemiddag. Wat gaat hij doen bij 6? Ja, hij gaat het zondagmiddagprogramma Nederland op zondag presenteren met Kim Lian van der Meij, die al bij SBS 6 zit. Mm-hmm. Op het tijdstip van Live for You, van 5 tot 6:30. Live for You is op 31 mei gestopt. En nou, probeer dat succes maar eens te evenaren, hè, van Carlo en Irene. Nou, ze gaan het echt proberen na te doen, klopt, toch? Klopt, met publiek, met gasten, met lekker eten, ergens op een locatie in Nederland. En Dirk heeft er vreselijk veel zin in. En hij is nu natuurlijk heel erg beroemd momenteel in Nederland vanwege die Voice. Maar hij zegt, ik woon ook al trouwambtenaar en ik ben gastspreker. Dus ik vind het heel leuk om een nieuw iets te leren. Maar kan dat zomaar? Want we zitten dus straks op zondagavond eerst naar 6 te kijken. Daar is hij op. En dan s'avonds op The Voice op 4. Ja. Nou, Dirk en ik gaan way back. En hem kennende heeft hij een veel te leuk leven om zich daar druk over te maken. Hij zegt, dat vecht ze lekker maar achter de schermen uit. Ik zit gewoon bij SBS en RTL. En ik blijf bij Divorce. Het vierde seizoen, de opnames zijn nu al bezig. Ja. En of die heel veel tijd in beslag nemen, die opnames, vraag ik me af. Want bijvoorbeeld Katja Herbers, dat is een Joyce, hè, in de serie. Ja. Die speelt in Manhattan en die speelt in The Americans in Amerika. Hè. Haar ster is daar reizende. Maar ze zegt, voor het derde seizoen was ik 2 weken kwijt in Nederland. Dus dat kan gewoon. En contractueel dus ook blijkbaar. Ja, want het is steeds minder vaak dat presentatoren contractueel worden vastgelegd. En Dirk, die wil je gewoon hebben. Daar wil je gewoon zondagmiddag naar kijken. Daar wil je gewoon op de bank zitten, wijntje erbij en van genieten. En Kim Lian van der Meij. Ja, ik wou net vragen, want daar gaat hij natuurlijk mee samenwerken. Klopt. Gaat dat, die is redelijk gepokt en gemazeld. Dus Dirk zegt, daar trek ik me gewoon aan op. Maar het is natuurlijk wel even afwachten. Want ik herinner mij Idols 3, 2005-2006. Mm-hmm. Nou, Martijn Krabbé, topper. Chantal Jansen, topper. Ook. Maar samen, verschrikkelijk. Ik zat met samengeknepen billen op de bank. Ik kon het niet aanzien, die chemie. Ja. Nul chemie. Dus deze twee mensen vind ik ook weer allebei erg leuk. Maar samen, dat moet blijken. Want ze kennen elkaar alleen nog maar van feestjes. Dus, het zijn in ieder geval vrolijke, positieve mensen, toch? Ja, het is zeker gegund. Ze beginnen half september. En dan kunnen we dus weer volop genieten het nieuwjaar. In het vierde seizoen van Divorce en dus op de zondagmiddag. Dat is mooi. Even tot slot kort. Hoe staat het met Carlo en Irene verder en hun zwarte gat? Ja, nou, er is geen zwarte gat. Want Carlo is druk bezig met een opvolger van Live View, ook op de zondagmiddag. Dus ik ben benieuwd wie waar gaat kijken zondag. En wie er gaat winnen, met de kijkcijfers natuurlijk. Ja, maar Dirk zegt, ik wil het gewoon leuk hebben en dat geloof ik ook. En we zien wel. Hij wordt toch wel betaald ook, hè? Tenslotte. Precies. Hey, fijn weekend weer. Jij ook. Dank je. Dat was hem weer voor nu. Meer nieuws en video's op onze site. En maandag weer een nieuwe Privé TV. Graag tot dan. Goed weekend.